Goedemiddag, welkom allemaal. Het is goed te zien dat jullie na de energy break in zulke grote getalen gekozen hebben voor deze sessie. Wij gaan een praatje houden over software-evolutie en moderne software-architectuur, maar natuurlijk niet zonder ons eerst even netjes voor te stellen. Ik ben Xander Uitlinde. Ik werk denk ik al zo'n 16 jaar in de IT, zoals je dat noemt. Software-architect momenteel bij Luminous Technologies. Hou me dus bezig met softwarearchitectuur, maar sta, zoals je dat zegt, ook nog dagelijks met mijn voeten in de modder. Dus zit ook nog volop in de code. En ik doe dit verhaal samen met Hans. Oh, nu moet ik wat gaan zeggen. En dan mag jij jezelf voorstellen. Ja. Hans Gringhuis, ook werkzaam bij Luminous. Ik ben fellow. Eigenlijk is dat de architectenslus, zeg maar. Ruim 20 jaar in het vak. Ja, ik moet bij nadenken tegenwoordig. En ja, altijd op het snijvlak van technologie, proces, organisatie, mensen. Waarom? Ja, omdat technologie is gewoon hetgeen wat me drijft en wat ik het leukste vind. Ik heb al een leermomentje voor vandaag. Ik was op de QCon dit jaar en er was iemand die vond het heel eng om te presenteren. En die zei, als je dat eng vindt, dan heb je het volgende trucje. Je kijkt naar iemand in het publiek en je stelt je voor dat hij in een onderbroek zit. Ik heb een tip voor jullie, dat moet je niet doen. Nee, dat zijn echt hele rare beelden die aan mij boven komen. Hey, dit praatje gaat over software-evolutie en over software-architecturen. En ja, zoals ik zei, ik zit ruim 20 jaar in het vak. En als je kijkt naar het software-systeem en naar de software die we bouwen, is het zo dat we in de jaren 70 spraken over de software-crisis. En ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar als ik in mijn praktijkomgeving om me heen kijk, ja, zitten we nog steeds voor een groot deel in die software-crisis. Veel van de systemen die nu operationeel zijn, ja, die houden we met piepen en kraken, houden ze in de lucht. We zijn veel bezig niet met te begrijpen waarom dingen misgaan, maar joh, fix het en we hopen dat hij het blijft doen. En ja, ik ben daarover na gaan denken en zeker als je kijkt dat het grootste deel van de investeringen in software systemen, ja, die doen we niet in de eerste fase van de ontwikkeling, maar juist in de fases die daarna zitten. En er zijn verschillende metrieken over, een beetje afhankelijk van het soort systeem waar we aan werkt, maar tussen de 50 en 90%, maar het gaat meer richting de 90% van alle kosten, gaan zitten in het operationeel en in leven houden van de software systemen. Wat daarbij opvallend is, zeg maar, als ik daar met mensen over praat die niet in de IT zitten, die hebben zoiets van, ja, maar het is toch raar, want als je kijkt naar software is geen ding, het is geen fysiek product en gaat dus niet kapot. Dus waarom gaan er zoveel kosten zitten of hebben jullie zoveel moeite om die systemen in de lucht te houden? Nou, daar gaan we meer over vertellen. Nou, als je kijkt naar het leven van zo'n systeem, ja, dat is bij de eerste oplevering. En zoals ik al zei, ik hou me veel bezig met innovatie. En zelfs al bij de eerste oplevering van het systeem, is het zo dat we tegen allerlei issues aanlopen. En dat zijn de issues die komen door onze software engineers en de context, de omgeving, de organisatie waarin we zitten. Wat we daar zien is dat we onder tijdsdruk binnen een doorweg nemen, de bocht afsnijden, ontwerpbeslissingen nemen waar we op dat moment dat we ze al nemen niet zo heel blij mee zijn. En dat is wat we noemen technical debt. Dus al voordat het systeem echt in productie is, is er sprake van technical debt, zelfs designrot af en toe. Dus de start is al heel vaak vervelend. En dan moet hij nog jaren mee, dat systeem. Ik weet niet of dat ook jullie ervaring is, of ben ik nou te cynisch? Ik ben te cynisch. Dat is wel mijn ervaring.
Als je kijkt in de biologie, je kunt de analogie trekken met de biologie, is van wij als organismen willen overleven. Ook het softwaresysteem wat we bouwen moet overleven. En wat is kenmerkend aan organismen in de biologie, is dat ze evolueren. Dus evolutie is iets wat daar gebeurt. Nou, ik weet niet of jullie die meneer daar kennen. Wie kent die meneer? Wie kent die meneer met een lange baard? Ja, dat is weer Darwin. Ja, dit is de jonge uitvoering ervan, zeg maar. En als je kijkt, hè, wat is evolutie? Dat heeft iets te maken met organismes. En als die willen overleven, dan moeten ze zich aanpassen. Maar niet alleen aanpassen. Als je kijkt, er zit ook iets van progressive change in. En progressive change is dat het beter wordt. Ja, als je dit nou vertaalt naar software en software-evolutie. Hebben we daar ook iemand? Wie kent deze meneer? Oeh, dit is moeilijk, hè? Kent echt niemand deze meneer? Ja, Nico die zit echt heel diep te graven. Echt heel diep te graven. Manny Lehman. Manny Lehman is iemand die in de jaren 70 echt heel diep heeft nagedacht en onderzoek heeft gedaan naar evolutie van software. Nou, als je kijkt, hè, wat ik net zei, we hebben het systeem afgerond, dat gaat in productie. En dan moet het systeem gaan evolueren. Nou, vaak noemen we dat onderhoud. En wat we hebben gedaan is daar verschillende vormen van onderhoud geïntroduceerd. Adaptief onderhoud is, ik voorzie je problemen in de toekomst, functionaliteit. Daarvoor ga ik mijn systeem aanpassen. Correctief, bugs weghalen. Preventief, het opschonen van je systeem. En perfectief is eigenlijk zorgen dat de performance van het systeem goed blijft. Ja. Zo far, zo goed. Dit klinkt niet echt moeilijk, hè? Maar toch even terug. Als je kijkt, hè, wat Lehman heeft gedaan, is in de jaren 70 is gekeken naar de ontwikkeling van OS 360. Dat was een groot operating system. En heeft onderzoek gedaan. In, als ik kijk naar evolutie van softwaresystemen, wat kan ik dan daarvan leren? Dus hij heeft een aantal jaren die ontwikkelingen heeft hij gevolgd en is uiteindelijk met 8 wetten gekomen. Nou, die 8 wetten zijn niet om door te komen, maar er zijn 3 wetten die best wel belangrijk zijn in het kader van software-evolutie. Welke dat zijn, ga ik je nog niet vertellen. Nou, als je kijkt, hè, wij informatici vinden ons soms ook alleen wetenschap, zeg maar. Dus een aantal van zijn wetten die zijn controversieel. Want waarom? Het is empirisch onderzoek. De hoeveelheid data waar hij het op heeft gedaan is beperkt. Maar wat we wel hebben gezien in de jaren, in die tientallen jaren daarna, is dat het wel klopt. Wat hij in die 3 wetten heeft gezegd. Maar voordat we naar die wetten gaan, zeg maar, heeft hij gekeken naar systemen. En verschillende soorten systemen. En wat een soort systeem betekent voor de evolutie van je software. Nou, wat heeft hij gedaan? Eigenlijk de wereld onderverdeeld in 3 delen. In 3 soorten systemen. Als eerste systeem hebben we het S-type systeem. Dat is het specifiable systeem. En dat zijn systemen waarvan ik de specificatie volledig kan doen. En omdat de specificatie helemaal gedaan kan worden, kan ik ook de acceptatiecriteria helemaal vaststellen. En een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een rekenmachine. Als ik kijk naar een rekenmachine, kan ik formeel specificeren hoe de dingen zich moeten gedragen. Kan ik ook de acceptatiecriteria daarvan een formeel opstellen. En als de acceptatiecriteria voldoen aan de specificaties, dan heb ik het systeem opgeleverd. Dit soort systemen evolueert niet. Want waarom niet? Als de specificatie verandert, krijg ik een nieuw probleem en daarmee een nieuw programma. Dit zijn de niet interessante systemen. Dan heb je het P-type programs, Practical. En dat zijn René Jansen wil me spreken.
Dat zijn systemen waarvan je weet wat het moet gaan doen. Maar je weet niet precies de weg daar naartoe. En hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. En als je kijkt naar de acceptatie daarvan. Is eigenlijk puur judgment. Vind ik dat wat ik nu heb een acceptabele oplossing voor mijn probleem? Het is een beetje abstract, hè? Wat je kunt voorstellen is. Even niet in informatica, maar gewoon uit de echte wereld. Je hebt een getuige. Van een misdaad. En wat je nu wilt doen, is dat je middels een schetsenartiest een goede beschrijving, goede tekeningen krijgt van die misdadiger. Nou, hoe ziet dat proces eruit? Je weet wat je wilt hebben, hè? Je wilt een compositietekening hebben van de misdadiger, maar je weet niet hoe die eruit ziet. Nou, dan ga je als dan zet je de getuigen en de tekenaar zet je bij elkaar in de ruimte. De getuige vertelt hoe de misdadiger eruit zag. De tekenaar laat het zien. Niks. Moet dat anders? En zo ga je een iteratief proces in, net zolang totdat je hebt van dit is een goede tekening van de misdadiger. Nou, als je kijkt naar dit soort systemen, hè, die zullen waarschijnlijk voortdurend evolueren, want het uiteindelijke resultaat is nooit perfect. Dus je kunt door blijven itereren tot je een goed systeem hebt. Het zijn heel interessante systemen, maar over het algemeen ook niet de systemen waar wij aan werken. Waar werken wij aan? E-type systemen. Zogenaamde embedded systemen als klassificatie. En embedded is niet embedded in de zin van embedded software of in product software, maar embedded in de omgeving. Dat zijn over het algemeen de systemen die wij bouwen. En embedded in de omgeving kan bijvoorbeeld zijn dat je een administratief systeem in een organisatie voor een organisatie maakt. Of een vuurgeleidingssysteem voor een schip. Dat zijn voorbeelden van dit soort systemen. En die hebben een interessant fenomeen. Namelijk, ze zijn embedded in hun omgeving, interacten met hun omgeving, maar veranderen daardoor ook de omgeving. Dus wat je ziet is van, ik heb een programma, een systeem dat implementeer ik in de omgeving, zoals er op dat moment de omgeving is. De omgeving gaat veranderen, waardoor het programma weer moet gaan veranderen. En dat is dus een cyclus waar nooit een einde aan komt. Dit soort systemen, waar wij over het algemeen werken, moeten dus altijd evolueren. Dus even los van designrot, technical depth, zeg maar de engineering dingen, is het zo dat die systemen inherent moeten veranderen, omdat ze invloed hebben op hun omgeving. Het goede nieuws is, we blijven dus altijd werk houden. Oké, dus Lehman die had hiernaar gekeken, hè, en ook veel naar die E-type systeem gekeken. En heeft hij 8 wetten opgesteld. En de belangrijkste 2 observaties zijn van E-type systemen. Nou, die moeten evolueren, dus die moeten evolutie ondergaan, of ze verliezen hun waarde. Dat is 1. De andere observatie is, naarmate de omvang van het systeem toeneemt, neemt ook de complexiteit toe, want groter is complexer, daar kunnen we niks aan doen. En zonder tegenmaatregelen zal die complexiteit zo toenemen dat het systeem niet meer kan evolueren. Dat noemen we ook wel de effort asymptote als je kijkt naar subventionering. Effort asymptote is van hoeveel effort moet ik erin insteken om nieuwe features toe te voegen.
En zonder tegenmaatregelen zal het altijd in een asymptoot eindigen. Dus je moet oneindig veel in, oneindig veel effort erin insteken om nieuwe features toe te gaan voegen. Nou, over het algemeen wordt het systeem al eerder uitgefaseerd. Maar dit is dus een wetmatigheid. En het leuke van wetmatigheden is, daar kun je dus niks aan doen. Dus, als je niet iedere 2 jaar je systeem wilt vervangen, dan zul je iets moeten doen aan de beheersing van de complexiteit. En je zult softwareontwikkeling moeten behandelen als een feedbacksysteem. En waarom is dat laatste belangrijk? Je had systeem, omgeving verandert. Die veranderingen moeten terug naar je systeem en daarmee heb je een feedback systeem gekregen. En de enige manier om daar in software efficiënt mee om te gaan, in softwareontwikkeling efficiënt mee om te gaan, is dat je ook de softwareontwikkeling als een feedback systeem behandelt. Dus ja, er zijn heel veel redenen om agile softwareontwikkeling te doen. Hè? Maar hier heb je een aantal fundamentele redenen waarom je dat zou moeten doen. Oké. Hier staat even een statement hè, waar je echt heel veel van kunt vinden. Maar voor het praatje is het zo dat we nu even een splitsing gaan maken. Dat we zeggen van oké, als je kijkt naar een systeem, dan heeft dat gedrag in zich, code en data. Je kunt hele andere definities maken en hele andere doorsnijdingen. Maar deze is even handig, want waarom? Ik ga iets vertellen over gedrag en code. En Sander die gaat het hebben over de data. Nou, dit praatje ging over software-evolutie en architectuur. En ik weet niet hoeveel architecten hier in de zaal zitten. Hoeveel architecten zitten hier in de zaal? Een stuk of 20. En ik weet zeker dat we wel 50 definities van architectuur kunnen bedenken, toch? Zonder moeite. Dus voordat ik het over architectuur ga hebben, ook wel 60. Laten we even een definitie geven van architectuur. IEEE die roept er iets over hem. Een architectuur heeft iets te maken met structuur, componenten, de samenhang tussen die componenten in de omgeving. Het zegt iets over het guiden van ontwikkeling. En in mijn ervaring houdt het daar heel vaak op. Dus we zijn in de eerste fase heel druk, in de eerste fase van systeemontwikkeling heel druk bezig met de architectuur. Denken na over de eerste set van functionaliteit die we moeten maken. De eerste brok functionaliteit. En that's it. Dus we denken heel goed na, hoe kunnen we de teams aan de slag zetten? Hoe kunnen we de teams begeleiden? En denken veel minder na over de evolutiefase die daarna komt. By the way, daar waar we 90% van ons geld aan uitgeven. Vandaar dat evolutie hier in het geel staat. Een hele andere blik op architectuur is dat je zegt van, in software hebben we heel veel krachten. Hè? Bijvoorbeeld flexibiliteit versus performance. Flexibiliteit versus kosten. Die moet je allemaal met elkaar in balans brengen. Dat is wat je eigenlijk als architect doet. En wat je doet als architect is in balans brengen van de eisen van de verschillende stakeholders. Want de stakes van DevOps zijn heel anders dan die van de business. En die kunnen heel anders zijn dan die van een ontwikkelaar. Hartstikke mooi dat gezegd hebben. Maar hoe maak ik dan die steeks meetbaar. Want we zijn echt een wetenschap, dus we willen daar ook kunnen meten. Niet alleen meten, maar we willen er ook over kunnen redeneren. En wat we dus vaak doen, is dat we kwaliteitsattributen opstellen voor onze architectuur. Ze zijn afgeleid van de steeks van de verschillende stakeholders. En we kennen ze allemaal, het zijn de illities. Performance hebben we het altijd over. Availability, interop, usability. En eentje die vaak wordt vergeten is modifiability. Oké, dus dit gezegd hebben, dus we hebben nu een gedeelde basis voor onze definitie van architectuur. Als we kijken naar of software-evolutie zo belangrijk is, wat zien we dan in de loop van de tijd gebeuren met de architecturen voor de business-applicaties? Nou, ik ben 45, dus ik heb ze allemaal meegemaakt. Wat je ziet is van eigenlijk de reis van monolithen. In de jaren 70 zijn we naar 2-tier gegaan. Client server, gingen we naar 3-tier toe. Toen gingen we service-oriented architectures doen.
By the way, de Engelsen vinden het altijd grappig om hier een grapje te maken over SOAS in Nederland. En nu zijn we bij de latest and greatest microservices aangekomen. En wat je ziet is dat het is in ieder geval complexer geworden en meer geworden. Dus dat, dat is dan wel belangrijk. Maar er zit wel een algemeen thema in die architecturen. Eerste is modulariteit. Wat je ziet is dat we hebben geleerd in de loop van de tijden dat modulariteit blijkbaar belangrijk is om complexiteit te beheersen. En modulariteit heeft iets te maken met decompositie van je applicatie in brokken. Waar we ook heel veel van hebben gedacht is van, joh, als je het hebt over reuse en kostenefficiëntie, is commonality versus variability. Dus welke delen van een systeem of van een architectuur zijn common voor meerdere oplossingen en welke zijn variabel? En als ze dan variabel zijn, hoe moet ik daarmee omgaan? Ben ik er trouwens nog één vergeten, of niet? Het is een oprechte vraag, hoor. Nico, heb jij nog wat toe te voegen? Entio, ja, tuurlijk, ja, sorry. Ja. Meer laag is beter, hè? By the way, als je kijkt naar zo'n gelaagde architectuur, hè, dat is interessant. De achterliggende gedachte achter gelaagdheid en de gelaagde architectuur is dat hoe dieper je in je architectuur komt, hoe stabieler de architectuur is. Dus hoe minder wijzigingen ik verwacht in mijn architectuur. Vanuit dat perspectief is het heel interessant om te zien dat data in bijna alle gelaagde architecturen onderaan staat. Want als je erover nadenkt, blijkbaar verandert wel het gedrag in mijn systeem, maar de data die blijft hetzelfde. Dat is wat zo'n gelaagd plaatje suggereert. Nou, die gelaagdheid en die gedachte is een bron van heel veel ellende als je kijkt naar software-evolutie. Maar daar gaat Sander meer over vertellen. Ja, dus wat we al zeiden is van al die architecturen, die hebben een terugkerend elementen. Commonality versus variability. Maar ook omgaan met complexiteit. En we kunnen het heel moeilijk maken, maar eigenlijk zijn er maar drie fundamentele strategieën om te gaan met complexiteit. Eerst is partitionering. En wat je doet bij partitionering is van, ik heb een hele grote verzameling van dingen waar ik iets mee moet. En wat ik doe is die verzameling onderverdelen in meerdere kleinere verzamelingen, zodat ik per verzameling een beter overzicht heb. Verdeel en heers / modulariteit. De tweede is gegeven zo'n verzameling, simplificatie. Dus ik gooi uit die verzameling, gooi de dingen weg die ik niet relevant vind. Zodat er nog minder overblijven en het nog overzichtelijker wordt. Want de enige manier om te gaan met complexiteit is overzicht creëren. En de derde is iteratie. En wat je doet bij iteratie is dat je zegt van oké, als ik dan al die partities heb, dan ga ik niet dan al die partities tegelijkertijd iets doen, maar één voor één. Dat is eigenlijk conceptueel en fundamenteel de dingen die we hebben. Nou, als we zeggen partitionering is erg belangrijk om te gaan met complexiteit. En wat hebben we geleerd van Lehman? We moeten de complexiteit beheersen. Ja, dan is modulariteit een belangrijk wapen die we hebben als architect. Hey, by the way, is dit nieuw? Ja, want dat is iets wat mij wel helemaal bezighoudt, hè, als software engineer. We zeggen altijd, we zijn een heel jong vak, hè, en we moeten nog veel leren. Dat is waar. Aan de andere kant vergeten we ook heel veel van wat we in die 50, 60 jaar dat het vak bestaat hebben geleerd. Want dat wat ik nu vertel, modulariteit, is dat nieuw? Is dat... Nee, eigenlijk niet. Dat was een hele slimme meneer Parnas. Hij heeft ooit een paper geschreven on the criteria to be used in decomposing systems into modules. Hey, dat heeft te maken met partitioneren, omgaan met complexiteit. En het is een heel recent paper, namelijk 1972.
Dus dat is een van de dingen die me fascineert als je kijkt naar ons vak, zeg maar. Is van, we zijn wel heel veel bezig met de laatste trends. En vergeten eigenlijk wat we hebben geleerd uit het verleden. Nou, als je kijkt, dit is een interessant paper. Het is nog steeds valide. Dus je kunt het overal op de web kunt vinden. Ik zou het, als je niet hebt gelezen, gewoon downloaden en een keer lezen. Het is goede poeier. Nou, wat zegt hij? Design for change, geen nieuwe dingen. En als je kijkt, requirements en designs, ja, die moeten worden gereviewd door degene die de software moet gaan onderhouden. Nou, dat is iets wat je dus nu steeds meer ziet gebeuren, hè. You build it, you run it, is iets wat we steeds meer langs zien komen in software engineering land. Ah, je hebt hem dan. Ja, ik bedoel, je kunt nu geen praatje houden zonder microservices te noemen. Dat is de latest en greatest, hè. En wat we al zeiden van complexiteit, hè. We moeten omgaan met complexiteit. Daarvoor hebben we een belangrijk wapen, is partitionering, modulariteit. En ja, microservices is iets wat ons blijkbaar kan helpen met modulariteit. Wie van jullie heeft wel eens een microservice systeem gebouwd? Ah, dat is, ja. Ik las toelaatst een artikel van iemand en die zei van I have 10.000 microservices, please give me back my monolith. Dus en dat is iets wat je, dat is iets wat je ziet, hè. En, ja, ik ben al wat kaler, dus heb veel waves meegemaakt. Component-based development, wie heeft component-based development meegemaakt? Wat was daar altijd de discussie? Granulariteit. Wat is de omvang van een component? Voor sommigen was dat een applicatie. Je ERP-systeem was een component. Voor een hele andere was het een tekstveld in een vormpje of een invoerbox. Nou, daar zit nog wel wat tussen. Maar het juist kiezen van de granulariteit is wel heel belangrijk voor de evolutie van je systeem. Dus hoe doe je dat nou? Ja, het hele flauwe antwoord is ontwerpen en goed ontwerpen. Ik vind dat we veel te weinig nadenken over het ontwerp van het systeem en de decompositie van ons systeem. Nou, je ziet hier het boek staan, hè? Domain-driven design. Het leuke daarvan is van dat geeft je handvatten in bij het maken van de decompositie van je systeem. Wie kent het domain-driven design? En wie doet het? Oké, cool. Ja, meer dan ik dacht. Want waar we mee zitten is eigenlijk van mooi, hè? Ik moet blijkbaar modulariteit en ik moet modules gaan maken. Maar wat is nou de granulariteit van zo'n module? Nou, daar staat daar zo'n joker voor je en die zegt van ja, dat is goed ontwerp. Ja, beetje lastig. Als je kijkt, hè, er is nu een hele trend bezig en ik werk nu zelf ook aan zo'n systeem. En die zegt van, joh, belangrijk in het ontwerp van je systeem is je domein. Het domein waarin je werkt. Want dat is wat je wilt automatiseren, daar waar je de features voor wilt gaan maken. Dus zou het niet handig zijn, ook voor de evolutie van het systeem, dat ik een één-op-één relatie heb tussen mijn systeem en het domein? Klinkt niet onlogisch, toch? Alleen als ik zeg één domein is één systeem, ja, dan is de granulariteit niet goed. Daar kun je je bij voorstellen. Want dan heb je één monolith waarin je het systeem vervat. Nou, het leuke is, bij domain-driven design hebben ze hetzelfde probleem. Namelijk, je kunt niet het domein in één keer modelleren. En wat ze daar doen, is dat ze het partitioneringsmechanisme hebben van een bounded context. Dus wat je doet, is je domein opdelen in verschillende bounded contexten. Waarbij zo'n bounded context een voor de business en in het domein een relevante cohesie heeft. Nou, als je nou zegt van, joh, zo'n bounded system is blijkbaar een logisch geheel. Wat wordt herkend ook in de business. Waarin de concepten eenduidig zijn gedefinieerd. Dan zou ik kunnen zeggen van, joh. Ik neem als granulariteit van mijn systeem een bounded context.
En dat is een beweging die je op dit moment heel erg ziet. Moet je wel nadenken, als ik meerdere van die systemen heb, hoe wil ik ze met elkaar laten samenwerken? Nou, ook daar zijn oplossingen voor. Maar dat is een beetje de line of reasoning. Als je dan ook zegt van, hey, zo'n bounded context, daar moet ik iets mee, dat is één systeem. Dan kan ik ook aan dat systeem één team toekennen. En daarmee heb ik ook you build it, you run it probleem opgelost. Conway's Law, wie kent hem? Ja. Wat Conway's Law zegt is, een organisatie is alleen maar in staat om systemen te ontwerpen die dezelfde vorm hebben als de communicatielijnen binnen een organisatie. Nou, dat is heel abstract, hè? Maar iedereen kent compilerbouw, hè? Wat zegt Conway's Law? Als ik vier teams een compiler laat bouwen, dan krijg ik een four-pass compiler. En dat is niet de meest efficiënte vorm om compiler te bouwen. Dus nu moet je even met me meedenken. Je hebt het domein. Het domein is relevant. Het domein ga ik opdelen in verschillende bounded contexten die vanuit de business gezien een logisch consistent geheel zijn. Zo'n bounded context wordt geïmplementeerd door een systeem. En bij een systeem hoort een team. Dus wat ik nu heb gedaan, is eigenlijk de inverse van Conway's Law geïntroduceerd. Dus ik laat niet de organisatie leidend zijn voor mijn oplossing, maar de oplossing leidend zijn voor de inrichting van mijn organisatie. Ja, ik werd hier de eerste keer wel warm van. Zeker omdat ik bij veel organisaties rondloop die tegen dit probleem aanlopen. Ik ga er even snel doorheen. Dus wat zeggen we? Een modulair systeem. Die kan ik dus opsplitsen langs de domeinen. Bounded context hebben we die genoemd. Waarbij ik eigenlijk iedere bounded context als een aparte replaceable webapplicatie maak. En dat noem ik een self-contained system. Waarbij in het self-contained system, ja, eigenlijk, die heeft zijn eigen UI, de business logica zit erin en je hebt aparte opslag. Dus nee, we hebben niet meer één canonical data model met één database waar al die verschillende subsystemen tegen aanpraten. Makes sense, toch? En of dan de opbouw van zo'n self-contained system een drie-laagstructuur moet zijn? Nee, absoluut niet. Kan. Nou, ik hoor jullie al schrillen, hè? Al schreeuwen van, joh, wordt het niet één grote anarchie en één grote chaos? Nee, dat wordt het niet. Want wat doe je als architect, hè? Als eerste ontstaat de domeinarchitectuur. Dus wat ik heb een domein waarin ik de verschillende bounded contexten definieer. Iedere bounded context wordt een self-contained system. Dat noemen we de domeinarchitectuur. Nou, die hebben relaties met elkaar. En wat ik doe als architect is dat ik specificeer van, joh, hoe zien de interfaces tussen die systemen eruit? Technisch, maar ook semantisch. En dat noem ik de technische architectuur. Nou, voor de rest maak je afspraken over logging, over security, over deployment, build automation. Dat zijn dingen die je nog wel op het bedrijfsniveau doet en niet op self-contained system, dus niet op teamniveau. Dus wat je wel doet is rules en guidelines geven voor de mechanismes tussen de systemen. Nou, dan moet ik nog iets roepen over of één zo'n self-contained system, hè? Wat zijn nou de vrijheidsgraden die ik daar heb? Ja, dat is inrichting. Dat is iets wat je zelf kunt bepalen. Ook heel erg afhankelijk van de grootte van de organisatie. Als je kijkt, een bedrijf als Google, wat echt een hele grote organisatie is, die geeft daar best wel vrijheid aan de teams. Maar je kunt je voorstellen dat je dat in een wat kleinere context met minder resources, dat je ook vanuit de architectuur daar bepaalde restricties aan wilt geven. En dat is eigenlijk wat we hier bedoelen met lokaal optimaal, maar op globaal niveau disastrous. Dus als je teams helemaal de vrijheid laat, ja, dan kan dat voor het team lokaal de beste oplossing zijn. Maar als je het als organisatie daarna niet meer kunt beheren of beheersen, ja, dan is het globaal suboptimaal.
dit en een vogelvlucht als je kijkt naar evolutie en softwarearchitectuur. Nou, wat we al zeiden is van, als je kijkt naar software, hè, dat is gedrag, code en data. Nou, data weet ik niet zoveel vanaf. Maar er zit hier iemand die er echt heel veel vanaf weet. Dus, Evolutie en data. Daar hebben we met veel bloed, zweet, tranen, piepen en kraken hebben we eindelijk ons modulaire systeem in de lucht weten te trappen. En wat zie je dan maar al te vaak? Dat we toch gepresteerd hebben om ons kanieke model lekker in één grote relationele database te stoppen. En daar heb je onze schijnmodulariteit. Dus we zijn applicatief, zijn we lekker bezig geweest. Alleen als je kijkt op dataniveau zijn er toch een aantal uitdagingen die we gewoon uit de weg gegaan zijn. En die uitdagingen en met name de problemen die daarbij optreden, daar wil ik het met jullie over hebben. En dat doen we eerst door stil te staan bij een aantal ontwikkelingen op dat vlak. Het zal jullie allemaal niet onbekend zijn dat de hoeveelheid data waar we in deze wereld mee te maken hebben de afgelopen jaren echt explosief gegroeid is. Ik geloof dat het tegenwoordig in de zettabytes zit de prognose. Nou, dat zijn meer nullen dan er op je rekenmachine passen, een stuk of 21. Maar dat betekent dat het nog steeds enorm groeiende. En wat zie je? Organisaties die realiseren zich steeds meer dat ze data hebben, maar weten eigenlijk nog niet zo heel erg goed wat ze er nou mee willen gaan doen. Maar ze snappen eigenlijk wel heel goed dat die data ergens goed voor is. Wat je ook ziet is, ze hebben dus een groeiend waardebesef. Dus ze snappen, die data, daar kunnen we straks iets mee. Die is ons wel degelijk iets of veel waard. Maar we weten nog niet wat we ermee willen gaan doen. Maar we willen het dus nu al wel opslaan. Maar wanneer we de toepassing aan gaan geven, dat is nog niet helemaal duidelijk. Daarnaast hebben we te maken met toenemende regelgeving. Traceerbaarheid, bewaartermijnen, de overheid die vraagt van alles van ons. En daar hebben we in onze applicatie veel rekening mee te houden. En dan vanuit de technologie zie je dat met name de grote jongens, de Googles, de Facebooks, de LinkedIn's, die hebben ons allerlei prachtige spullen ter beschikking gesteld, waarmee wij, ik noem ons maar even de gewone sterveling, ineens in staat geworden zijn om dataprocessing uit te voeren, die vroeger echt alleen maar voorbehouden was aan de grote rekencentra. Dat betekent ook iets voor onze applicaties, want iedereen kan inmiddels tegenwoordig die grootschalige analyses doen. Wat eigenlijk betekent dat je er in je eigen applicatie niet meer aan ontkomt. Want doe jij het niet, dan doet een ander het wel. Kijkende hiernaar zijn er een aantal dingen, als je het hebt over lange termijn dataopslag en verwerking ervan, waar we over na moeten denken. Ik heb ze hier op een rijtje gezet en laten we eens beginnen met evolutie. Dus data-evolutie. We hebben net gezien, architecturen, data staat al een beetje altijd onderaan. Dus dat wordt als redelijk constant verondersteld. Maar is dat ook zo? Dus pak bijvoorbeeld onze persoonsgegevens. Dus onze persoonsgegevens, nou, naam, adres, woonplaats. Dat is hartstikke constant, zou je zeggen. Ik bedoel, wat verandert daar nou aan? Misschien helemaal niks. Nou, ik dacht, laten we eens een paar jaar terug gaan kijken. Wie herinnert zich deze nog? Wie tot 10 kan tellen, kan de hele wereld bellen. Ik bedoel, er zullen er hier geweest zijn, die hadden nog een 8-cijferig telefoonnummer voor 1995, dacht ik dat het was. Dat heeft wat betekend voor die systemen die telefoonnummers registreerden. Volgende, IBAN. We hadden eerst allemaal zo'n handig te onthouden bankrekeningnummer. Als je de paardjes maar een beetje onthoudt, dan kwam je er wel uit. En dan moet er ineens NL zoveel banknummer achter, of voor bedoel ik. En ook dat heeft een weerslag op de software. Gaan we verder kijken. Dan is er eigenlijk nog veel meer veranderd. Dus naast dat er dingen inhoudelijk gewijzigd worden, zien we ook dat we steeds meer nieuwe attributen erbij krijgen. Met name de opkomst van het internet en alles wat er aanhangt, heeft ons van alles erbij gegeven. Dus e-mails, social media handles. Een andere data issue kennen we allemaal nog wel. In 1999 het millennium probleem. En 2007 nog de BSN, de
dachten, misschien moeten we het zo vinden, maar BSN gaan noemen, want dat is lekker handig. Goed, dus dit, je denkt, persoonsgegevens, dat is hartstikke stabiel, maar nou, je komt dus bedrogen uit als je daar eens even wat langer naar kijkt. En dit heeft consequenties gehad voor je systemen. En wat is dan eigenlijk de meest geëigende reflex om daarmee om te gaan? Dan gaan we migreren. Hè? Dus we hebben die grote database. We gaan er eens even wat mooie migratiescript op loslaten. Die testen we heel goed. Hè? Dus dat herhalen we een flink aantal keer. En dan kruisen we onze vingers en dan hopen we dat het goed is. Nou, ik heb even nagezocht. Dit zijn niet de succescijfers van migratieprojecten, maar dit zijn de failure percentages. Dus of migratie zo'n goed idee is, kun je je afvragen. Waarom? Er gebeurt eigenlijk van alles met je data waar je niet op zit te wachten. Data raakt zoek, corrupt. Uiteindelijk kom je tot onverwachte downtime. Want ja, je had het zo goed getest, maar er bleek toch na de migratie nog een fout in te zitten. Gaat eigenlijk vrijwel zonder uitzondering gaat het over tijd en budget heen. En wel eigenlijk een van de meest kwalijke issues is dat die fouten, daar kom je niet de paar minuten na de migratie achter. Met een beetje mazzel zie je het de dag daarna, maar vaak zie je het niet eens de week daarna of de maand daarna, maar komen de fouten van de migratie pas na een half jaar of misschien wel langer aan het licht. En dan heb je de poppen aan dansen, want je systeem en de data erin is verder gegroeid. En je hebt eigenlijk geen mogelijkheid om daar herstel te doen, behalve dan maar geautomatiseerd te gaan corrigeren. Nou ja, met eigenlijk allezelfde problemen die je bij de migratie had van dien. Dit heb ik het heel erg over dataconversie. Hè? Ik denk dat we ook allemaal wel systemen gebouwd hebben waarbij we rekening wilden houden met uitbreiding. Hè, dus de standaard relationele truc, joh, we maken gewoon een paar genummerde kolommen bij en dan kunnen we er een aantal velden bij maken zonder dat we al te veel ruzie krijgen met onze DBA. En toen kregen we, nou, ik denk een jaar of 8 tot 10 geleden, NoSQL database. Ik dacht, yes, nou hebben we het. Hè? Geen schema meer, het maakt eigenlijk niet uit wat ik erin gooi. Ja, dat komt helemaal goed. Ik bedoel, ik ben van enorme last af. Ik hoef niet meer met zweterige handjes naar die DBA toe te zeggen, oh, ik heb hier een script en ja, ik heb het wel getest. Ja, en kijkt hij altijd boos aan en denk ik, oh jee, komt hij weer. Dit is de oplossing. Tot je er net iets langer na gaat denken. En als je dan denkt, ja, eigenlijk is dit ontzettend gevaarlijk. En waarom? Nou, in eerste aanleg lijkt het hartstikke aantrekkelijk. Schemaloos. Ik pak mijn object en ik heb een POYO of wat voor andere taal je ook gebruikt. Ik doe daar een mooie JSON-serialisatie overheen en ik gooi het die database in. En dan komt de eerste wijziging. En wat doe ik dan? Hè? Want ik heb van alles in die database gestopt. Dan ga ik mijn data access code aanpassen. Want ik weet, joh, er kwam een veldje bij. En ik weet, er zitten ook objecten zonder dat veldje in die database. Dus als ik zo'n object tegenkom, dan klus ik er het veldje met een default waarde erbij en dan ben ik weer helemaal het mannetje. Dat gaat even goed. Maar het meest gevaarlijke is, wat je dan doet, is je maakt eigenlijk gebruik van een impliciet schema. Dus jij als developer weet in je hoofd wat voor schema je je data hebt gegeven. En omdat jij al vanaf het begin op dat project zit, nou, is dat prima in vertrouwde handen bij jou. Tot jij besluit wat anders te gaan doen en natuurlijk fantastische documentatie hebt geschreven waar niet in staat hoe jouw opvolgers daarmee op moeten gaan, dan wordt het eigenlijk een rommeltje. Hè? Dus die data access code die wordt eigenlijk steeds meer vervuild met allemaal fixes om die data er toch maar goed uit te kunnen krijgen en er weer goed in te kunnen stoppen. Wat uiteindelijk leidt dat je tot data opschoningsprojecten veroordeeld bent. Nou, hoe zou je daar eigenlijk mee om moeten gaan? Want schemaless heeft wel ontzettend veel voordelen. Hè? Het geeft je wel ontzettend veel flexibiliteit. Maar wat jij moet doen, je moet gewoon wel gebruik maken van schema's. Waarom? Nou ja, schema's geven je gewoon het contract van de dingen die je onder handen hebt.
Het geeft je daarnaast ook de taal om binnen het domein met de mensen te praten die over die objecten gaan. En belangrijk nog, zodra je je schema's expliciet maakt, geef je dat ook de handvatten om aan evolutie te doen. Ja, om expliciet te maken van hoe ga ik nou van het ene schema naar het andere schema en wat voor transformaties zouden daar dan eventueel bij horen. En juist om dit te, door dit te gebruiken in combinatie met schemaloze databases, krijg je flexibiliteit en toch ben je in staat om de evolutie van je data op een nette manier te doen. Nou, wat betekent dat dan? Even als voorbeeld, de schematalen zijn er zat. Hè? Dus ik denk dat iedereen hier wel eens wat met schema's gedaan heeft. Heb je een soap service gemaakt of Wizzles, XSD's. Wat recenter, Avro, protocol buffers, Trift. Maar het gaat er eigenlijk gewoon om dat je expliciet vastlegt hoe jouw data objecten eruit zien. Dat kun je in een vrij eenvoudige opzet doen, maar het wordt eigenlijk steeds krachtiger naarmate je steeds meer concerns bij je schemabeschrijving opneemt. Dus wat je hier doet, is je beschrijft eigenlijk een structuur, maar je kunt daar ook verder gaan. Je validatieconstraints, security regels, eventueel user interface hints. Door dat op een declaratieve manier te doen, heb je A, een beschrijving en een toetsbaar model van je data. En daarnaast ben je ook nog eens in staat om aan de ontwikkelkant de vruchten te plukken door op basis van interpretatie dingen maar één keer te hoeven doen. Bijvoorbeeld security, als je netjes security constraints in termen van je schema vastlegt, dan kun je op één plek een validatie van de security implementeren en dat vervolgens overal gebruiken. Waarom is dat interessant? Nou, data reist ook. Hè? Dus je stopt het in de database, maar het gaat ook allerlei andere kanten op. Dus neem die SOAP interfaces, het gaat over het netwerk, het gaat ergens anders heen. Je stopt het misschien wel in een search index. En je wil eigenlijk niet op al die verschillende plekken je security weer opnieuw gaan implementeren. Want dan weet je zeker dat het uit elkaar gaat lopen. Nou, als je dat doet, dan kun je ook aan schema-evolutie gaan doen. Schema-evolutie volgt in die zin software-evolutie, dus je software evolueert. Je ziet, die persoonsgegevens was evident, hè? Dus je data verandert. En dat kun je in je schema's meenemen. Dus je kunt gaan werken met meerdere schema-versies. En door bij ieder object vast te leggen op basis van welke versie van een schema dat object is opgeslagen, weet je dus ook altijd, als je zo'n object in je handen hebt, waar je mee dealt. En wat je dan kunt doen, is in plaats van één grote migratie te doen van je hele dataset, zeggen we, weet je wat, ik ga mijn object ga ik patchen naar een nieuwe versie. En dat patchen kan ik doen door gebruik te maken van transformaties. Nou, ik heb hier een voorbeeld. Dus je hebt je software, een caller, die roept de storage API aan en die zegt, joh, ik wil gaan lezen en doe mij versie 2 van het schema. Want wat je zult zien is dat je software in de regel tegen één versie van het schema geprogrammeerd is. Die storage API die gaat naar de database en die treft daar versie 1 aan. En ik denk, hey, wacht even, daar is niet om gevraagd. En wat je dan kunt doen is op basis van transformaties, en die kun je standaard doen, hè? Dus op basis van defaults kun je al van alles doen. Dat je zegt, nou, er komt een veld bij, maar als dat nog niet gevuld is, dan krijgt het altijd een bepaalde waarde. Wordt het wat ingewikkelder, hè, met het omnummeren van telefoonnummers of het toekennen van IBAN-nummers, dan kun je die transformaties ook ingewikkelder maken en uitcoderen. Maar het belangrijkste hier is dat je niet zomaar aan die data gaat zitten als het niet nodig is. En daar is een goede reden voor. Ik weet niet wie deze mevrouw kent. Deze mevrouw is voor mij echt het toonbeeld. Dit is voor mij de stereotype softwareontwikkelaar. Nou denk ik, die vrouw die kan geen regelcode schrijven. En dat maakt in dit geval ook niet uit, maar het gaat even om het gedrag. Deze vrouw woont in Spanje. Schildert in de vrije tijd. Doet dat op zich niet onverdienstelijk.
Klust af en toe ook nog eens bij in een lokaal kerkje. En treft daar in dat kerkje een fresco aan. Dat is een muurschildering. En ik denk, ah, dit is, in de loop der jaren, daar is het is niet helemaal meer mooi. Het is wat afgebladderd die verf. Hè. Dat is een beetje vochtig, dat kerkje. Daar ga ik wat aan doen. Dus die pakt de penseel ter hand. En nou, naar alle beste eer en geweten begint ze te schilderen. En ja, dit is het resultaat. En dat wil helemaal niet zeggen dat die vrouw incapabel was of dat ze niet kon schilderen. Hè? En, maar wat ze even vergeten was, is de reden waarom überhaupt die fresco afgebladderd was, is eigenlijk ook de reden waarom haar restauratie zo falikant mislukt is. Want ze kan wel schilderen, maar ze had vergeten dat die kerkmuren, die zijn vochtig. En zodra je begint te schilderen, begint al die verf meteen uit te lopen. Maar moraal van het verhaal is, ze heeft dus redelijk onherstelbaar heeft een origineel verprutst. En dat wil ik wel even terug meenemen naar de data. En dat in het kader van migraties en waarom ik vind dat je het moet patchen op het moment dat je het ophaalt. En niet één grootschalige migratie moet doen. En dus aan alle originele gaat zitten. En dan maar hoopt dat het goed is. Dus hierbij wil ik eigenlijk pleiten voor waar we in programmeertalen eigenlijk ook al eigenlijk heel enthousiast over zijn. Immutable objecten, dus immutable data. Ik bedoel, in de oudheid wisten we het al. Joh, als we iets in steen bijtelen, dan kan het decennia, wat zeg ik, millennia, kan verschrikkelijk lang mee. Dat doorstaat de toets of de tand destijds. Dus je voorkomt daarmee ontzettend veel problemen. Je hebt de read-only memory, dus waar ik voor pleit is, laat de authentieke bron intact. Hoe kun je dat doen? Een van de dingen is, je zou kunnen gebruiken van een journal in je applicatie. Hè, dat je zegt, joh, ik heb een object weggeschreven en de volgende die schrijf ik er niet overheen, maar die voeg ik toe aan de journal. Dus wat me dat geeft is historie, dus ik kan altijd terugkijken. Leg ik daarbij ook nog vast wie het gedaan heeft, dan geeft me dat al een heel stuk meer inzicht. En dit biedt je dus in zekere zin human fault tolerance. En human fault tolerance is ontzettend belangrijk als je lang vooruit wilt met je gegevens. Want ja, we maken allemaal fouten, tenslotte. Maar hoe zit dat nou met die modulariteit? Want ik begon met dat plaatje, hè, en ik zeg, nou, we hebben dat kanonieke model, dus we hebben al die... Ik noem het maar microservices hebben we gemaakt en die hebben we toch weer op diezelfde Oracle database weten te prikken. En waarom hebben we dat gedaan? Ja, we zitten toch altijd weer met die rapportages. Hè? Dan heb je die gasten van de business en die zijn eigenlijk ook wel handig met SQL. Die zeggen, doe mij die database en jongens, kom erop. En dan kan ik alsnog mijn rapportje maken. En eigenlijk veel simpeler gevallen, je applicatieve schermen, dat zijn ook vaak gewoon bijna rapporten. Je aggregeert gegevens van allerlei kanten bij elkaar, om toch je applicatie zo goed mogelijk in elkaar te steken. Een patroon wat daar heel erg bij kan helpen, en ik weet niet, ik vind het wel interessant, wie hier in de zaal heeft wel eens wat met event sourcing gedaan? Nou, dat is een redelijk beperkte groep, moet ik zeggen. Nou, de kern van event sourcing is eigenlijk dat je niet... Je legt eigenlijk niet gewoon steeds de nieuwe status vast. Maar wat je doet is, je legt eigenlijk de gebeurtenis vast. Nou, een voorbeeld. Ik ben zelf afgelopen jaar 2 keer verhuisd. Dus wat ga je doen? Je gaat allemaal verhuisberichten sturen. En dan probeer ik me zo voor te stellen, hoe doen ze dat nou in zo'n systeem? Hè? Dus mijn adreswijziging komt daar binnen. Er gebeuren overigens hele wonderlijke dingen als je dat doet, maar dat zal ik jullie even besparen. Maar er zijn een aantal manieren waarop je dit kunt doen. Je kunt zeggen, nou, ik open Xander, zijn adresrecord, ik typ zijn nieuwe adres in, ik druk op save en ik ben klaar. Maar wat weet ik dan achteraf nou eigenlijk? Dus ik kan weer die data openen, ik kan kijken, Xander die woont daar. Ja, oké, ja, hij woont daar. Hoe lang woont hij daar al? Dat weet ik eigenlijk niet. Is die net verhuisd? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Met een beetje pech hebben ze het dan nog zo gemaakt dat als je het adres wijzigt, dan sturen we je meteen een kaartje. Joh, gefeliciteerd met je nieuwe woning.
Nou weet ik dat hier zelfs mensen in de zaal zitten die zonder een verhuizing een nieuw adres hebben gekregen. Nou, die zitten er eigenlijk niet op te wachten. Een ander voorbeeld is, neem je bankrekening. Dus de bankrekening, je hebt een saldo, je hebt transacties. En eigenlijk, je saldo wordt bepaald door al je transacties bij elkaar op te tellen. En dan, dat is je nieuwe saldo. Je moet er bijvoorbeeld niet aan denken dat een bank dat niet event source zou doen. Dat die zou zeggen, joh, je haalt geld uit de automaat. Dus ik pin 50 euro. Transactie mislukt. Pech. Toch mijn saldo al verlaagd en vervolgens nergens meer terug te vinden. De kracht van event sourcing is ook met name dat je de intent vangt. Hè? Dus wat was nou eigenlijk mijn intentie van de wijziging? Hè? Dus bij die verhuizing, het was een verhuizing of het was een gemeentelijke herindeling. Of het was gewoon een correctie, hè? Want dat kan ook. En op basis van die intents, die events, door die bij elkaar op te tellen en zeggen, nou, dit wordt mijn nieuwe afgeleide status. En dit is in ieder geval hoe ik op dit moment naar de wereld kijk. En dat hoeft dus ook niet voor iedere toepassing, de optelling van dezelfde events hoeft ook niet tot dezelfde state te leiden. Wat kun je dan doen als je je applicatie netjes in zeiltjes hebt opgedeeld? Dan kun je gaan zeggen, nou, ik ga projecties maken. En met die projecties vang ik dus eigenlijk events van die verschillende zuilen op. En op basis van die events, dus die verhuisberichten of die saldotransacties of wat voor events je ook maar binnen je domein mee te maken hebt. Dan kan ik projecties maken en dat heeft een aantal voordelen. Dus ik hoef niet de hele wereld bij elkaar te queryen op het moment dat ik dat rapport wil laten zien. Want ik heb het inmiddels, dat heb ik bij het maken van projectie al gedaan. En daarnaast toch weer terugkomen op die human fault tolerance. He, dus stel nou dat ik een foutje gemaakt heb in het afleiden van die state. Dan pas ik gewoon de code aan die projectie maakt. En dan draai ik die projectie opnieuw. Die events die zijn immutable, die state die leid je er vanaf. Dus als ik een foutje gemaakt heb in de state afleiding, doe ik dat gewoon opnieuw. Maar dan heb ik in ieder geval niet mijn originele data naar de haaien geholpen. Nog één puntje. Aankaarten. Dus security en auditing. Ik neem aan dat iedereen daar zelf al voldoende beeld bij heeft hoe belangrijk het is om dat in je applicatie goed op orde te hebben. Het laatste is provenance. En daar hoor je eigenlijk nooit zo gek veel over. En dan kom ik toch weer bij het schilderen uit. En het is niet dat ik nou zo'n kunstfreak ben, maar goed, de provenance komt nou eenmaal uit de kunst. En provenance gaat eigenlijk over, het staat er ook netjes, hè, de chronologie van eigenaarschap, bewaring en locatie van een historisch object. Waarom is dat voor de kunst zo belangrijk? Voor de kunst, en dat is ook meteen de analogie met data, is het bepaalt in sterke mate de waarde van een kunstobject. En zo is het met je data eigenlijk ook. probeer je voor te stellen. Ik ben momenteel bezig met een project in het educatieve domein. Daar is het voorbeeld heel makkelijk. Als je kinderen hebt, die krijgen cijfers. En het maakt nogal uit wie dat cijfer uitdeelt, hoeveel waarde je aan dat cijfer kunt hechten. Dus als de docent een cijfer geeft, dan mag je ervan uitgaan dat hij het netjes nagekeken heeft en dat het allemaal goed gegaan is. Maar nu heb je een keer een opdracht gedaan waarbij je de klas mekaars werk hebt laten nakijken. Nou, je kunt je afvragen of dat cijfer dus net zoveel waard is als het cijfer wat de docent voor een ander proefwerk gegeven had. Voor provenance zijn modellen. Die komen eigenlijk allemaal op dit model neer. Dus je hebt een entiteit, die heeft altijd een relatie met een proces. En wordt bestuurd of getriggerd door een agent. Ik wil niet zeggen dat je nou zo gauw in al je applicaties meteen data provenance modellen moet gaan implementeren. Maar ik denk dat even goed stil te staan bij, nou, wat voor data heb ik het nou eigenlijk over? Hoe belangrijk is het assessen, dus het bepalen van de waarde van die data voor me? En dan kijken of je aan data provenance moet gaan doen of niet. Dat was een vogelvlucht, mijn betoog over data en data-evolutie. Dus samenvattend,
Dus als we kijken naar software-evolutie, dan blijven de kernthema's die blijven eigenlijk hetzelfde, onafhankelijk van architectuurstijl of patroon. Dus overal zie je weer steeds modulariteit terugkomen, maar met name ook de granulariteitsdiscussie. Dat blijft gewoon het moeilijkste. Dus opknippen kunnen we allemaal, maar hoe knippen we nou relevant op? En op een manier dat we er in de toekomst ook nog wat mee kunnen en dan nog wettig uit worden. En wat ik ook jullie speciaal wil meegeven is, neem nou eens data-evolutie vooraf mee in je project. In plaats van dat je achteraf moet gaan nadenken hoe je dat weer recht gaat breien de volgende keer. Dank jullie wel.